welkom bij een nieuwe video. In de laatste video konden jullie zien dat ik mijn haar had geknipt en daarmee ook mijn vriend ging verrassen, want die wist er niks vanaf. En sindsdien heb ik op mijn Instagram, op mijn TikTok en op YouTube echt massaal veel vragen gehad of ik wilde laten zien hoe ik dat nu stel en of ik nog wel een staartje in kan en een knotje. En dat kan ik allemaal nog. Ik kan nog knotjes dragen, ik kan nog staartjes dragen. Maar daarbij heb je dan wel haarlak en boobiepins nodig natuurlijk. Maar het is niet onmogelijk. Ik ga jullie in ieder geval in deze video mijn go-to haarstels laten zien. Ik ben niet zo iemand die van die twee staartjes in doet of van die twee knotjes of hier twee staartjes of vlechtjes en zo. Ik ben niet zo speels. Ik ben niet zo, ik ben best wel basic en ik hou het een beetje bij de standaard haarstijlen. Ook wat heel makkelijk en snel is. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, blijf vooral kijken. Maar voordat we gaan beginnen met de rest van de video, wil ik jullie wat vertellen over Chiquelle. Jullie weten dat ik al een aantal samenwerkingen heb gedaan met Chiquelle en ik draag hun kleding heel graag. En dit keer hebben ze een enorm Black Week aanbod voor jullie. Namelijk 40% korting op het hele assortiment. Op alles. Aan het einde van de video zal ik even de code met jullie delen. Maar eerst wil ik jullie even drie leuke items laten zien die ik van ze heb gekregen. Ten eerste deze trui. Het is een oversized trui, maar ik heb hem nog een maatje groter genomen dan ik normaal deed. Omdat ik echt zin had in zo'n zak waar je in kan zitten die er ook nog heel cute uitziet. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Eigenlijk ziet hij er zo uit. Maar ik draag hem dan zo deels in mijn broek. En dan lekker zo eroverheen. Dus dit is het eerste item. Dan item nummer 2. En deze heb ik vooral gekozen omdat ik laatst heel erg aan het struggelen ben met kleding om aan te doen als ik uit eten ga. Of op een date met Finn. Of een drankje met vriendinnen. Gewoon wat specialers en avondkleding. En ik ben niet echt een staptype. Ik hou niet van glitters. Ik hou niet van veel bloot en zo. Dus daar ben ik een beetje mee aan het struggelen. En toen kwam ik dit topje tegen. Ontzettend leuk. Lange mouwen. Mooi in het zwart. Een V-hals. En hij is een beetje cropped. Hier zitten mijn heupen, dus het valt ontzettend mee. En er zit hier een touwtje in het midden dat je hem lekker zo kunt aantrekken. Dan heb je hier een leuk strikje. En nou, die kan gewoon overal bij een rokje of bij een broek zoals ik nu aan heb. Dan het volgende item is een leuk truitje. Het lijkt een beetje op een wikkelvestje, maar dan zit alles aan elkaar. Dus je zit niet met dat je dat touwtje steeds weer vast moet doen. Ontzettend leuk, zou ik ook aan kunnen doen uit eten, maar ook lekker aan het werk in een koffieshop, want hij zit heel comfortabel. Hij valt helemaal niet over mijn schouder. En natuurlijk in het beige, in mijn lievelingskleur. De linkjes van deze producten staan in de beschrijving van de video, als je benieuwd bent. En ook even een linkje van de website naar Chiquelle. Want nogmaals, 40% korting. Goed, ik ga snel weer mijn comfy trui aandoen, die ik als eerste aan had van Chiquelle, want die zit echt super lekker. En dan gaan we snel door naar de rest van de video. Zo ziet mijn haar eruit als ik er nog niks mee heb gedaan en de dag ervoor het als laatste heb gewassen. Met deze kam zorg ik ervoor dat mijn haar in een perfecte middenscheiding is verdeeld. Dan borstel ik alles nog even goed door en voor bescherming doe ik het Heat Protection op van André Lom. Voordat ik mijn haar ga stylen wil ik mijn haar verdelen in twee stukken en dat doe ik ter hoogte van mijn wenkbrauw. Nu ga ik mijn haar met de steltang stylen. Nu ik het onderste deel heb gedaan, haak ik de insteek eruit en ga ik verder met de bovenste laag van mijn haar. Als allerlaatste zorg ik ervoor met de kam dat de voorste plukken van mijn haar achter mijn oren zitten. En dat ziet er dan zo uit. En wat ik dan ook nog leuk vind om te doen is om de kleinste plukjes voor mijn oren nog even naar voren te halen. Look nummer 2, we hebben het haar dus gesteld en dan halen we weer de helft omhoog, weer vanaf mijn wenkbrauw. En dat doe ik met een borstel en dan zorg ik ervoor dat ik al het haar meepak van dit deel. En dan maak ik een klein staartje aan de achterkant, niet erbovenop, maar echt aan de achterkant. En dan haal ik nog wat plukjes naar voren uit het haar om het nog iets losser te maken. Dus dit is look nummer 2. Nummer 3 is eigenlijk precies hetzelfde als nummer 2. Maar dan in plaats van een staartje maak ik een knotje door te draaien tot het een knotje wordt. En dan maak ik het allemaal nog wat losser en ik zorg dat plukjes los zitten voor een iets messier look. Nummer 4 kan ook zonder dat het haar van tevoren is gesteld. Maar ik vind het wel wat makkelijker. Ik borstel al mijn haar strak naar achter en dan maak ik er een staartje van. Dit kan natuurlijk ook met lang haar, maar ik vind het met kort haar ook extra leuk. Nummer 5 is hetzelfde als nummer 4, maar dan met de voorste plukken naar voren gehaald en die dan te krullen. Ik doe dit met mijn steltang, maar het kan natuurlijk ook met een krultang.
En vervolgens heb je echt enorme krullen zoals deze. Die borstel ik eventjes door en die haal ik dan naar achter. Haal ik wat losse plukjes tevoorschijn. En dan zorg ik dat het staartje wat losser wordt. En heb ik weer zo'n leuke messy look met krulletjes. Bij deze look ga ik mijn haar krullen. En ik ga jullie twee manieren met de steltang laten zien waarop dat kan. Oké, manier 1. Je begint bovenaan een plukje. En dan ga je naar voren en weer naar achter. Naar voren en weer naar achter. En dan krijg je een soort wavy krul. Dus zo ziet manier 1 eruit. Maar we gaan voor manier 2. Je begint weer bovenaan een pluk. Je houdt hem vast. Je draait hem. En dan kun je hem eigenlijk als het ware naar beneden strijken. Tot je een krul hebt. Je kan zien dat dat echt een draaiende krul is. En manier 1 is echt een golfje. Nu ga ik de rest van mijn haar op manier 2 krullen. Ik krul zowel naar binnen als naar buiten. Om een beetje afwisseling te krijgen. Als ik de onderste helft heb gekruld, dan doe ik wat haarlak in en kneed ik de krullen op deze manier, want dan blijft het nog wat langer zitten. Mijn haar heeft nu echt de vorm van een driehoek, maar dat is goed, want de onderkant heeft nu veel meer volume natuurlijk door de krullen. Nu ga ik dus de rest van mijn haar ook krullen op dezelfde manier. Ik besteed extra veel aandacht aan de twee voorste plukken, omdat je die het beste ziet. En die krul ik altijd naar buiten. Als allerlaatste pik ik er af en toe nog wat kleine plukjes uit om die nog extra goed te krullen. Nu is mijn volledige haar gekruld en dan doe ik weer wat haarlak in. En ik kneed mijn haar weer op deze manier, zodat het beter blijft zitten. Als laatste zorg ik met mijn handen even voor dat de krullen wat losser zijn. En dan ziet het er zo uit. Ik vind het ook heel leuk om in plaats van een middenscheiding een zijscheiding te doen. En mijn haar op deze manier, hoe noem je dat, om te slaan. Deze look hebben we eigenlijk al eerder gezien, maar dan met stijlhaar. Ik ga weer de helft omhoog doen vanaf mijn wenkbrauwhoogte. En ik pak een scrunchie om een knotje te maken. En ik zorg ervoor dat deze knot lekker messy is. Ik haal wat plukjes uit mijn haar en ik zorg dat het allemaal wat los zit voor een messy look. Dan zijn we alweer bij de laatste stijl en hiervoor heb je een wat kleiner clipje nodig. Je pakt met je handen gewoon wat losjes twee plukken van de voorkant naar achter. Haal je bij elkaar en die zet je vast met de clip. Dit kan met zowel stijl als gekruld haar. Ik vind het dan leuk om wat plukjes naar voren te halen. En dan ziet het er zo uit. Ik hou er altijd van als er geen haar voor mijn gezicht zit. Vooral als ik met school bezig ben. Dus dit is ook wat je kan doen. De plukjes achter je oren. En het ziet er zo uit. Dit waren dan echt mijn go-to stylen. Makkelijk, simpel en snel. Voor kort haar. Dus ik hoop dat je er wat aan had. Wat ik denk ik het vaakste doe de laatste tijd is stijlhaar. En dan de helft omhoog. Laat even in de comments weten wat jouw go-to haarstijl is. Vind ik heel leuk om te lezen. Dat waren in ieder geval de haarstijlen. Ik had jullie beloofd om de kortingscode van Chiquelle te delen. De code is BLACK40. Voor 40% korting op alles van de website. Het hele assortiment. Dat gebeurt echt bijna nooit. Dus neem vooral even een kijkje. Het linkje van de website staat in de beschrijving. Net als de producten die ik in het begin heb laten zien. Inclusief deze leuke Texas trui. Jullie verdienen het na al die tentamens. Ga lekker shoppen. Geniet van een enorme Black Week aanbod die ze nu hebben gegeven. Dan zie ik je snel weer bij een nieuwe video. Doei! Bedankt voor het kijken!